Is een beetje bijkamer. Sander van Juster? Ja. Ja? Ja. Is het al letten? Ik was 16:30 thuis. Verdien. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat was 23:30. Ja. Ja. En Okke die... Arnold! Arnold! Wacht nog even. Dan staat ze hier te zingen, maar dat was toch helemaal niet promoveren, man? Als jij 40 uur moet werken en je moet zaterdagochtend, ik zeg maar 10 uur weg en je komt zaterdags 10 uur thuis. En je komt bij Katwijk weg en je hebt 4-0 verloren. Dan denk je wel eens van, dan moet je 3,5 uur terug in de bus. Wat doe ik hier, toch? En lekker in de hoofdklasse blijven. Zo is het. Hoe vaak ben je dan nog met die uitspraak geconfronteerd? Ja, heel vaak. Ja. Mensen vonden dat niet echt heel leuk. Maar, nee, hè? Echt niet, hè? Nee, echt niet. Maar ja, weet je wat het is? We moeten er nu ook gewoon voor gaan. En dan zien we volgend jaar wel hoe het dan is. Het zou even kloten, weet je. Katwijk uit, maar die knop moet even nog, hè? Dat zullen we zien. Nee, rustig aan. Leeft er niet één minder op? Nee. Hij zit helemaal vol, zet de shop. En is toch zien wat er vandaag gebeurd is? Ik ga van de morgen ga ik een filmpje doen. Ja. Hartstikke leuk. Ja, de dikke, vooral de meeste Indiën, vind ik wel heel erg waarderen. Net een liefst groep jongeren en jeugd of samen, maar gewoon echt. Echt, nou ja, de oudere garde, hè, die hier altijd al jitten binnen. Dus dat, ik vond het een mooie actie. Ja. Dat is hem niet zo de mieteren. Wat zit erin? Het oranje, dat spandoek wat ze hier vandaag ophangen. Echt? Dat Jenny krijgt. Ik vond het wel leuk. Die heb ik. Dat moeten we daar ophangen. De spanning zit wel te snijden, wij zien het, ding. Was toen hier worden komen? Ik, hè? Ze zit hier te plannen, hè? Ik, hè? Nee. Alles goed? Ja, maar mij wel. Oh ja, maar die. Ja? Maar ik geef je in de bom als je al. Ja, reëert een oranje buik hoor in de bestuurskamer zitten. Zit hier heel mooi, ja. Ja. En dat spandoek wel in de container. Wie in ons bestuur zijn, hebben mooi hangen, maar die spelers hebben erbij helpen. En die hebben ik trommel geknipt. Trommel geknipt? Ja. En het gerucht gaat dat Hakemase boy speler Robin Huisman de Jong hier in het midden om de wijs van zijn wenplak snits naar de Harkema de spandoeken draaien laat. De wedstrijd dan. En het enige op het veld wat er nog te zien is de oranje middenstip. ONS Snits is in die eerste helft duidelijk beter. Ze krijgen kans op kans. Maar hij wil er maar net in. Dit is misschien wel de grootste nog van Christen Wacht. En ik hier een rebound. Gaat hij de krekt net in. En ja, dan valt hij vaak aan de andere kant. Ik in deze wedstrijd. Nog in de eerste helft komt Hakema zijn boys op 1-0 via dit prima scot van Harvey Bishop. En dan Atesje van misschien wel de mooiste eigen goal aller tijden. Biel Prieksma. Maar dit fantastische Lobko, hoe zijn eigen keeper alle keer te vriezinnen. Dat zilder tocht hebben doet er deze goal maken. Biuwe Pruksma, de centrale verdediger van ONS Nits. Hier, hop, hoe zijn eigen keeper hinnen. En heel stadig gewoon gaat hij erin. 2-0 dus de vastsprong voor Harkemase boys. Nog voor rest. Naar ONS Nits zet wol terug. Het schot is prima. De redding net hier een dalboer van Kampjes. Sander van Heijden zit op het goede plak. En dus, 4 minuten van rest, is het alweer 2-1. En ze verzinnen het doelpunt ik. Martijn Rosenburg maait de lange bal. Wordt voortwerken. Sander van Heijden had goed oesjog. En der Hielendol vrij. Hoe is het haast mogelijk? Oud Harkemase boyspeler, Ale de Boer, maakt het nog van rest 2-2. Die tweede helft is iets meer onder wegen. Maar ONS Nits is nog altijd in de betere ploeg. Curti González hier. Vrij van de goal, maar hij gaat er net in. En kijk dan in de eerste helft, valt hij dan aan de andere kant. Een fantastisch doelpunt, Jelme Slager, boom, in de kruising. Fantastisch doelpunt van Harkemase boys en van Jelme Slager. En het blijkt de winnende te wijzen. Nog een keer in de verhelling en zelfs in de slow motion is hij hut. Jelme Slager, boetenkansje en hij gaat er in de kruising. Harkemase boys wint mooi 3-2 en in de eindfase krijgt Ale de Boer zelfs nog 2 keer giel en dus reed. Maar de winst is er voor de boys die geweldige zaken doen in de strijd om degradatie. En hij al in Wutter vanzelf praten hoe die beauty van Jelme Slager. Dadelijk heeft de Friese met hem niet zoen, denk ik. Nou, hij wil hem wel pakken, maar er zit wat een boetenkant effect aan. Hè? Dus dat doe je er dan even in. Ja,
buitenkant. Dit klinkt als een biljarter dit. Nou ja, toen wil je wel een beetje maar de buitenkant rekken. In de samenvatting kunnen we het ja. Tuurlijk liggen hier bepaalde sentimenten. Hè. Ik bedoel, het kampioenschap toen ik aanvoerde bij ONS wat we niet haalden. En er ligt hier nog een kruisband voor mij. Die toen met gescheurde kruisband ben ik eraf gegaan. Maar ja, dus het zal wel heel mooi zijn, maar dat moet je overboord zetten. Ik bedoel, dat is een licht jaar geleden volgens mij. Ik weet het niet meer. Nou, dat loopt dus echt helemaal niks van als het net weer wist. Dat was 4 mei 97. Oh. 4 mei, wat was het? 97? Zoiets was het dus, ja. De vorige kant de bestuursleden nog even bij ons in de kluikkamer wat zien en gebak al leveren. Bij ONS kampioen. In Harkema. Dus ja, toen zijn ze van Belinders, toen zijn ze van nou ja, gratis drinken als je mijn overwinning van het veld had komen. Nee, echt? Ja. Dus nog gratis soepen? Ja, nou ja, dan was dat meestal hier wel het geval. Kist wel aardig een drankje drinken, maar ach ja, dat nemen we erbij. Ja, maar net afvallen, dat moeten we snijden. Oké. Okay. Ja.